vanuit Studio 1. Hier is Harp. Hallo Harry, allemaal. Harry, hallo. Sorry, het is weer een tijdje geleden. Hallo allemaal, Harry hier. In deze aflevering wil ik een podium geven aan de antivaccinatiebeweging, ook wel bekend als de antivaxxers. Want er wel natuurlijk ijzersterke en eigenlijk onweerlegbaar goede redenen zijn om je te laten vaccineren, vooral tegen COVID-19, zou het oneerlijk zijn als ik niet ook de allerbeste, allersterkste argumenten van de antivaxbeweging zou presenteren. De allerbeste argumenten die antivaxxers hebben waarom je je niet zou moeten laten vaccineren tegen COVID-19. En hiervoor ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar de allerbeste wetenschappelijke medische bronnen op Twitter en Facebook. Want, zoals we allemaal weten, als we op zoek gaan naar ijzersterke wetenschappelijke argumenten, dan gaan we naar de social media. Want, doe je eigen onderzoek. Dus, hier komen de allerbeste, allersterkste argumenten die antivaxxers aandragen om je niet tegen COVID-19 te laten vaccineren. Op 4. Vaccinatie zorgt voor mutatie. Er gaat al een tijdje een verhaal rond dat het onverstandig zou zijn om heel veel gezonde mensen te vaccineren tegen COVID-19, omdat je daarmee het virus SARS-CoV-2 zou laten muteren. Omdat je daarmee het virus zou dwingen zich aan te passen aan al die vaccinaties en dat er daarom een ernstiger en gevaarlijker variant zou wel moeten ontstaan omdat er zoveel gevaccineerde mensen zijn. Dit werd onder andere beweerd door een Geert van den Bossen, een man die zich voorstelt als wetenschapper en die zou werken bij de Universiteit van Gent. Hier zijn twee problemen mee. Het is een veearts en geen wetenschapper en hij werkt niet bij de Universiteit van Gent. Maar belangrijker is dat van den Bossen onzin praat. Hij lijkt zich te vergissen en doet alsof virussen hetzelfde zijn als bacteriën die resistent worden tegen antibiotica. Dat laatste is wel iets wat gebeurt. Als je namelijk antibiotica gebruikt, dan wordt het antibioticum wordt ingebracht in je lichaam. Via een pil, via een infuus, noem maar op. En antibioticum is zeg maar een vergif voor bacteriën. Dus die bacteriën die komen in aanraking met dat antibioticum en die gaan eraan dood. Als de dosis van het antibioticum niet hoog genoeg is, of je stopt ermee voordat het zijn effectiviteit heeft kunnen bereiken, dan zijn er een aantal van die bacteriën die wennen aan het antibioticum. Die worden immuun voor het gif. En die resistente immune bacteriën kunnen zichzelf vervolgens vermenigvuldigen en dan heb je antibiotica-resistente bacteriën. En dat is een probleem, want dan kun je ze namelijk niet meer met dat specifieke antibioticum bestrijden. Maar virussen zijn geen bacteriën. Bij vaccins is er iets heel anders aan de hand. Een vaccin valt niet zelf de virus aan. Wat een vaccin doet, is je immuunsysteem leren om met een bepaalde indringer om te gaan. Je kan het heel goed vergelijken met een bewaker bij een warenhuis die bij de ingang staat en dan laat je aan die bewaker een foto zien van de winkeldief. En als die winkeldief dan door de deur komt, dan ziet de bewaker de winkeldief en zegt: ho, jij mag niet naar binnen, jij bent de winkeldief, wegwezen. En daarmee voorkom je dus diefstal. Dus het vaccin doet zelf niks, het leert jouw immuunsysteem, hey, deze dingen zijn indringers en die moet jij gaan verslaan. En nog veel belangrijker, virussen werken heel anders dan bacteriën. Een bacterie is een eencellig wezen wat zichzelf kan delen en zo vermenigvuldigen. Een virus kan zichzelf niet vermenigvuldigen. Een virus heeft daar cellen voor nodig. Die infecteert een cel en neemt het fabriekje van de cel over en laat de cel kopieën van zichzelf produceren. En als jij gevaccineerd bent en de bewakers van je lichaam dus je virus tegenhouden voor het je cellen binnen kan gaan en voor het zich kan vermenigvuldigen, dan kan het zichzelf dus ook niet kopiëren. En dit is de sleutel. Mutatie betekent dat er iets verkeerd gaat bij het kopiëren. Een virus kopieert zichzelf en dat gaat meestal goed, maar dat gaat ook vaak fout. Dan is het de kopie is iets anders dan het origineel. De cel in je lichaam spuwt dan kopieën uit van het virus die net even anders waren dan het origineel. En in 99 van de 100 gevallen maakt het niet uit en doet het eigenlijk verder niks. Maar heel soms gebeurt het dat zo'n kopie
op zo'n manier anders is dat het virus ook andere eigenschappen heeft. En dat kan zijn besmettelijker, dodelijker, gevaarlijker, maar zelfs ook ongevaarlijker en zwakker. Mutatie zegt niet iets over erger of slechter. Wat belangrijk is, hoe meer kopieën er van een virus gemaakt worden, hoe meer kans er is op kopieerfouten en er dus ook meer kans is op een kopie die zich vervelender anders gedraagt dan het origineel. Aangezien bij iemand die gevaccineerd is het virus niet in de cellen door kan dringen en zichzelf dus niet kan kopiëren, kan het dus in dat lichaam ook niet muteren. Dus hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, hoe minder kans er is op een mutatie. Op 3. Gevaccineerden verspreiden negatieve effecten van het vaccin. Ik heb de oorsprong van dit verhaal, in ieder geval voor Nederland, kunnen herleiden tot de website Front News. En op Front News staat een artikel dat linkt naar een document van Pfizer. En daarbij wordt dan beweerd van, zie je wel, in dit document van Pfizer staat dat mensen die gevaccineerd zijn via de lucht schadelijk effect op andere mensen kunnen overbrengen. Bijvoorbeeld dat vrouwen een miskraam kunnen krijgen, of dat hun moedermelk vergiftigd wordt, of dat kinderen cognitieve afwijkingen kunnen krijgen. Er is één probleem mee, dat staat allemaal niet in het artikel waarnaar gelinkt wordt. Het is een beschrijving van een protocol voor het vaststellen van bijwerkingen uit 2020. Op geen enkel moment staat er in het artikel wat gelinkt wordt dat een vaccin buiten het lichaam schadelijke effecten kan hebben. Maar het houdt niet op bij Front News, natuurlijk niet. Willem Engel deelde een foto op zijn social media van een kind, de rug van een kind wat vol zat met uitslag, met de tekst erbij, mijn kind bezocht zijn gevaccineerde oma en opeens kreeg hij uitslag en een allergische reactie. En in een andere post op Twitter claimde een vrouw dat haar hele menstruatiecyclus in de war was geschopt nadat ze in aanraking was gekomen met ongevaccineerde mensen. En dat is natuurlijk een heel angstaanjagend idee dat gevaccineerde mensen ongevaccineerde mensen kunnen beschadigen enkel door in hun buurt te komen, door de lucht die ze uitademen. Hier is alleen één probleem mee. Het is bullshit. Er is geen sprake van dat als jij gevaccineerd bent, dat jouw lichaam dan dingen gaat lopen uitstoten die dan op zoek gaan naar een doelwit om buiten jouw lichaam mensen aan te vallen. Er is geen sprake van. En het idee dus dat jij als ongevaccineerde dan afstand moet houden van een gevaccineerde. Dit is waar. Deze claim is waar. Als jij ongevaccineerd bent, dan moet je uit zelfbehoud minstens 2 meter afstand houden van alle mensen die gevaccineerd zijn. En voor de zekerheid, draag een mondkapje in de supermarkt. En weet je, ga ook maar niet meer naar de kroeg. Ga maar niet meer uit. Weet je, al die gevaccineerde mensen zijn een gevaar voor jouw gezondheid. Dus als jij niet gevaccineerd bent, blijf uit de buurt. Blijf thuis. Mondkapje, handen wassen, afstand houden. Dat is inderdaad een goed idee. Op 2. Gevaccineerden verspreiden het virus en ongevaccineerden zijn immuun. Kijk, wat je daar doet, is het zeg maar niet begrijpen. Het enige wat een vaccin doet, is je immuun maken. That's it, dat is wat het doet. En als je immuun bent, dan is de kans dat je de ziekte krijgt veel kleiner. Immuun betekent, je hebt de ziekte ofwel gehad, of je bent gevaccineerd en jouw lichaam weet hoe die de indringers moet bestrijden. Dat is wat immuun betekent. Als jij niet immuun bent, dus je hebt het niet gehad en je hebt geen vaccin gehad, dan kun je dus nog ziek worden, want je lichaam heeft geen idee hoe ze met die indringer moeten omgaan. Heel simpel. Gevaccineerd is immuun. Ongevaccineerd is niet immuun. Op 1. Iedereen die gevaccineerd is, overlijdt aan het vaccin. Deze claim kon ik herleiden tot de website 9for News, waar in een artikel ene Dolores Cahill claimt dat iedereen van 70 jaar en ouder die gevaccineerd wordt, binnen 3 jaar overlijdt. En als je een dertiger bent en je krijgt het vaccin, nou dan heb je nog 5 tot 10 jaar en dan val je dood neer. Op zich interessant om te weten dat Dolores Cahill is uitgekotst door de Universiteit van Dublin en dat ze lid is van een organisatie, de World Doctors Alliance, die bekend staat om het verspreiden van alleen maar desinformatie. Maar los daarvan, in het artikel van 9for News zelf staat gewoon aantoonbare onzin waaruit blijkt dat Cahill echt niet weet waar ze het over heeft. Zo staat er,
De immunoloog waarschuwt al maanden voor de risico's van coronavaccins. Eerder zei ze dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar dat zo'n vaccin nog nooit is goedgekeurd. Er is alleen een klein probleem met die statement. Het is bullshit. Mazelen, polio, griep, het zijn allemaal RNA-virussen. En er zijn vaccins voor. Al tientallen jaren. Maar los daarvan, waarom zou iedereen die één van de heel veel inmiddels verschillende soorten vaccins krijgt, over 3 tot maximaal 10 jaar dood neervallen? En nog belangrijker, waarom presenteert Cahill daar geen bewijs voor? Het is nogal een claim om te maken dat over 10 jaar 75% van de westerse wereld, als die vaccinatiegraad wordt behaald, dood neervalt. 75% van de bevolking dood. En Cahill bewijst het niet. Die houdt het bewijs voor zich. En als je iets claimt zonder bewijs, kunnen we het ook verwerpen zonder bewijs. Het is bullshit. Het is onzin. Het slaat nergens op. Er is geen enkele reden. Geen enkele reden. Om aan te nemen dat deze claim van Cahill klopt. Geen enkele. En dit zijn dus op dit moment de allerbeste argumenten die antivaxxers op dit moment in de strijd werpen om mensen ervan te overtuigen dat ze zich niet tegen COVID-19 moeten vaccineren. Dit is hun A-game. Dit is het allerbeste wat zij kunnen verzinnen om mensen ervan te overtuigen dat ze zich niet moeten laten vaccineren. En verzinnen is hier het sleutelwoord. En als je moet liegen om je punt te maken, zoals ik altijd al zeg, dan is het gewoon niet zo'n heel erg sterk punt. Kutpunt! Oh, en mocht je vinden dat ik de argumenten van de antivaxxers op dit moment niet goed heb weergegeven, dan wil ik dat graag teruglezen in de comments. Met bewijs graag. Hetzelfde geldt als jij nog een ander argument weet, een sterk argument om je niet tegen COVID-19 te laten vaccineren, dan zie ik het graag in de comments terug, met bewijs. Want alles wat je claimt zonder bewijs, kan ik verwerpen zonder bewijs. Goed, dit was weer een nieuwe aflevering. Onthoud, als het om feiten gaat, wees net zo kritisch op je medestanders als op je tegenstanders. Doei!